Yes, goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van De Gierengasten. Vandaag weer een nieuwsgierig item. Ja, waar was je ook weer nieuwsgierig naar? Ik ben zo ontzettend benieuwd hoe het is om glaaswas te zijn en hoeveel die gasten nou verdienen. Ja, en je hoort natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen, oh, ik ben werkloos, ik kom er niet aan de baan. Ja. Denk ik dat je het heft ook een beetje in eigen hand moet nemen. Dat hoor je echt heel veel. Heel veel. Ja, echt. Dat je coronacrisis, mensen hebben gewoon geen baan meer. Dat is het enige wat ik hoor tegenwoordig. Het enige wat ik hoor. Dus vandaar dat we even nieuwsgierig zijn naar een eventuele oplossing die je dan zou kunnen doen. Gewoon gaan werken. Ja. En daarna geld eisen. Ja, ga glazen wassen. Ga glazen wassen. Maar dat gaan we eerst even uitzoeken. Precies dat. Ja, dat doen we hier. Nee, daar liggen de spullen. Ah, je moet eerst even omkleden. Pas precies. Nee, ja, goed. Het idee is best wel duidelijk. We gaan gewoon mensen hun raam wassen. Dan bellen we aan met het verhaal. Yo, hey, ik heb je raam gewassen, man. Dit zou zomaar wel eens het minst gierige item aller tijden kunnen worden. Want zometeen hebben we ramen gewassen, gaan mensen niet voor betalen en hebben we gratis gewerkt. Nee, maar ik zat dus ook te denken, Joost. Als een raam al schoon is, ja? Bel je gewoon aan. Ik heb hem gewassen. Laten we beginnen met nummer. Ik weet dus niet of iemand thuis is. Dat zat er dik in. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Sorry? Wat is dit? We zijn de ramen even aan het schoonmaken. Ja, geven. Maar welke organisatie zijn jullie? Martijn Manschot, glaaswasserij. Martijn Manschot, glaaswasserij. Glaaswasserij Martijn Manschot. Ja, 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 ja. Ik heb hier niet om gevraagd. Nee, maar we doen het zeg maar op. Doe je de bovenkant ook dan? Ja, ja, zeker weten. Nee, zeker. Nemen we gewoon mee. Ja, nee. Zal ik een trapje er even bij? Ja, is goed. Ja, graag. Als het trapje heeft. Dit is zo slecht. Dit is echt verschrikkelijk. Ah, kijk, top. Kijk, ja, die waren wij in de auto vergeten. De binnenkant ook nog? Nee, doe ik zelf. Ja? Hoppatee. Ik krijg hier geen rekening van of zo. Yeah. Nou, in alle eerlijkheid zijn we allebei werkloos. En dachten we gaan een beetje bijverdienen. En nu komt de aap uit. Nu komt de aap uit de mouw, ja. We doen het ook voor het eerst. We dachten, we zaten thuis en door corona natuurlijk hadden we allebei geen werk meer. Dus dachten we, nou, misschien kunnen we mensen hun ramen gaan wassen. En het de meest gênante dingen die ik ooit heb. Ja? Jullie zijn gewoon twee clowns. Twee clowns? Dat is. Jullie lijken twee leuke pakken. Fijne dag, meneer. Geniet van uw schone ramen. Deze moet ik even meenemen natuurlijk. En als u de behoefte aan heeft, zullen we altijd nog een keer langs kunnen komen. Alright. Fijne dag. Ja, nu komt hij naar buiten. Het wordt weer pijnlijk. Ik ga heel snel dit raam nee, doen. Nee, op die video. Ik ga heel snel dit raam doen. Hallo. Wat zegt u? Zo. Ik ga mijn ramen schoonmaken. Ja? Waaruit komt dat? Nou ja, we zijn gewoon lekker langs aan het gaan bij de buurt. Mocht je er iets voor over hebben, het is altijd welkom. Oké. Okay. Heb je dit vorige week zelf gehad? Ik vond het een beetje dik dan. Oh echt? Ja. Oh, ik zag nog wat puntjes. Hoe ging dat? Krijg geld. Nice. Als jij dat niet gaat verneuken. Nice, hoeveel krijgen we? Dat weet je wel niet. Nou, gaat checken. Hij is nu zeker, hij staat aan het zoeken naar mijn geld. Ja, ik heb het door. Hij is alles over de hoogte. Echt zielig dit. Nou, die paar euro. In principe krijgt hij er gewoon schone ramen voor terug, dus ja. Die vorige week zelf heeft gewassen. Kijk. Helemaal niet klein gehad in huis. Oh, nee ja, okay. Een klein. Maar ik kan je wel een bakje koffie aanbieden als je wilt. Oh. Dat laat me maken. Ik drink geen koffie. Ik drink helaas ook geen koffie. Theetje of zo? Theetje zou lekker zijn. Ik heb wel theetjes. Moet je een kruidentheetje of een. Heeft u een rooibos thee? Kruidentheetje vind ik wel lekker. Ja? Lekker voor mij, een rooibos thee alsjeblieft. Ja, heel graag. Sorry, ik. Geen probleem. Nee joh, dit helpt enorm. En dit is hartstikke fijn. Ja, dank je wel. Kun je lekker naar buiten kijken? Ja, nee, lekker man. Helemaal goed. Ja, super. Gaan wij hier even wachten op een bankie.
Ja, wel even theepauzetje. Lekker hoor. Hard gewerkt. Zo, was wel vroeg, man. Vanochtend. Oh, man. Wie het zegt. Ah, was ik wil nog niet ontbeten. Nee, Joost. Nee, Joost. Nee. Kijk eens. Oh, en watermeloen. Nee, joh. En watermeloen. Nee, joh. Hij is lekker, Witte. Wat een held. Ik vind watermeloen vind ik heerlijk. Nou, ja, alsjeblieft. Dankjewel. Hey. Toch nog het ontbijtje, man. Toch nog het ontbijtje. Alsjeblieft. Eet. Eet. Een stapje. Eet. Het zit allemaal vlekken in mijn mok. Ik weet niet waarom. Maar ik vind het... Ik hou hier niet van. Ik heb hier moeite mee. Oké. Okay. We moeten echt door, man. Ja. Ja, dat is heel lullig. Moet ik even aanbellen? Ja. Maar dan moeten we wel alvast aan het werk zijn. Oh, anders thuis. Hey, hallo. Wij zijn je raam aan het lappen. En de reden dat jullie onder mijn raam aan het lappen zijn? Ja, het is een beetje vies. Dus het trekt gewoon helemaal strak. Dus we dachten, we zijn een beetje door de buurt aan het slenteren en mensen hun ramen aan het wassen. Nou ja, als het er vanaf kan, dan is dat natuurlijk altijd fijn. Nou, dit hoeft absoluut niet. Oh, het hoeft niet. Zal ik stoppen? Zal ik het even afmaken? Ik kan het wel even afmaken hoor. Nee. Ja, ik vind het een beetje een gekke actie. Dus mag ik iets meer context? Nou, we hebben allebei even geen werk op het moment. Nee. En we dachten, nou ja, in plaats van thuis zitten, gaan we wachten goed tot we reactie krijgen op de vacatures en dergelijke. Dachten we kunnen ook gewoon het heft in eigen handen nemen. Maar kan jullie gewoon een paar euro geven en dan zijn jullie blij? Ja, zeker. Zeker hoor. Het is al bijna klaar, zo veel ramen zijn er niet, hè? Nee, dat klopt. Ja, ja. Weten ze wel uit te kiezen. Ja, ja. Als je er veel per uur doet, dan... Ik heb geen idee wat je erover hebt. Nou, geef 5 euro, want ik heb nog geen 3 minuten werk. Nee, dat is ook oké. Maar ze zijn wel weer echt... Spik is wel niet. Ik heb ook gedaan. Ja. Dan doen we zo meteen nog even een extra boen eroverheen. Komt helemaal goed. Nee, dat dan weer niet. Dus we doen alleen de benedenverdiepingen. Okay. We komen terug met een... Nah. 2 euro! Dat 2 vind... euro! Dankjewel. Dat vind ik oprecht heel erg geel van dit. Dankjewel. Ben je er ook blij mee? Ben je er mee tevreden mee? Yes! Woehoe! Ja, toch? Top! Nou, daar doen we het voor. Hebben we bijna onze outfitjes terugverdiend. Als je mij even... Als je mij even een duwtje geeft. Ja. Op mijn kont. Nee. Mijn rug. Kom maar in. Vast blijven houden, anders val ik. Ik weet dat je me hebt. Niet zo janken. Maar ik voel toch dat je me wil loslaten. Nee. Hou je me nog. Joost, hou me wel bij. Ja, ik heb je hier. En dan vang je me ook even op. Ja, kom maar hier. Ah, oh, nee. Je moet het doen. Hey. Ze vindt het wel leuk. Ja, ze vindt het leuk. Ik maak er ook wel een shotje van natuurlijk. Nu moet je echt je best working at the car wash. Woe! Working at the car wash. Oh, yeah! Nou, zometeen krijgen we nog een keer 60 cent in de pocket. Yes! Nee. Was het waard? Nee, dit, ik wil minimaal 10. Grote was je. Goedemiddag. Hey. Goedemiddag. Hoe is het met u? Normaal koop je ja, met van, klopt, maar die waren vandaag kapot. Dus ze doen het gewoon op de ouderwetse manier. Voor mij is dat prima hoor. Ja toch? Ze worden weer spiksmint schoon. Nee, maar we zijn er heel... Want wie doen het normaal? Sorry? En daar betaal je dan voor? Ja. Jullie dan? Wij zijn freelancers. Freelance glaaswassers. Ja. Het is een concept waar we zijn het nog zoeken. We hebben allebei geen werk, dus we dachten we gaan gewoon mensen ramen lappen en we zien wat er gebeurt. Dus in principe is het volledig gratis, maar we zijn wel open voor kleine donaties. Alle beetje zelf. Alle beetje zelf ons wel. Wat vindt u het waard?
15? 15 euro per keer? Ja. Nou, we doen dat voor 10. Zitten er gewoon onder. We doen dat voor 10 euro. Voor een tientje? 10 euro. Zeker. Ook 5. Liever 10. Of een watermeloen. Deze was voor service van jullie. Nou ja, ik bedoel, we hebben nog geen betaalsysteem en als je geen kleingeld heeft, dan wordt het lastig. Maar voor nu was het vanuit van het huis. Dus geniet van de schone ramen en tot de volgende keer. En leuk je te ontmoeten en wellicht tot over 3 maanden. Ja, all tot right. Hoi hoi. Ik stop nu. Martijn. Ja. We hebben het zo. Zullen we deze ook even meepakken? Nee, Joost, ik ben er klaar mee. Joost, ik heb niet durven dromen dat we zoveel geld erop gaan. Nee, de buiten is in totaal €2,55, 2 stuks watermeloen en wat thee. Ja, dat is natuurlijk niet wat we hadden verwacht, maar je merkt ook wel dat je wel echt geïnvesteerd hebt. Zeker, als we de volgende keer komen, dan slepen we gewoon €12,50 in ons zakje. Dus als je thuis op de bank zit en je hebt geen job, dit is de oplossing voor jou. Ga dit nou doen. Echt, het is echt een briljant advies. Volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe nieuwsgierig gastvideo of geen gastvideo. En dan zien we je dan, hè? Later. Hey.